eens even kijken. Ik neem een taartje mee. Kom je nou? Wacht even, Lotte. Ik moet nog wat spulletjes verzamelen. Dit is wel handig om mee te nemen, denk ik. Heb jij überhaupt alle spullen wel, Lotte? Oh, ik heb alles al lang op zak, Dennis. Ik ben al voorbereid, natuurlijk. Dit is ook wel handig. Sowieso een lampje. Ik ben bang in het donker. Heb je zelf verteld wat we gaan doen dan vandaag? En zo, ja, Lotte, ik ben helemaal klaar om te gaan. We gaan kamperen. Ik weet het, ik weet het. Ja! Oh, laten we gaan, Lotte, want we zijn al op de camping. Alleen nu nog in een huisje, in plaats van in een tentje. Vandaag gaan Lotte en ik namelijk kamperen in Minecraft. Wij gaan heerlijk de natuur in. We hebben onze computers achtergelaten en we gaan lekker de natuur in. Misschien spotten we wel een beer, wie weet. En doe zeker een duimpje omhoog als jij ook ooit bent wezen kamperen. En laat het weten in de reacties hier beneden natuurlijk. Lotte, ben je er klaar voor? Ik denk dat we ons moeten melden bij de kampeermanager. Want die gaat natuurlijk over deze hele camping. Ja. Nou, we zijn er. Hallo. Hallo. Hij zegt, hallo, welkom. Je komt net op het juiste moment. Het weer is namelijk heel erg mooi zoals je kan zien. En ik zie het. Het ziet er perfect uit. Hij zegt, perfect campingweer. Waarom? Dit is de campmanager en hij is blij om ons te zien, zegt hij. Hij heeft hele mooie tenten voor ons. En die kunnen ons alle comfort bieden. Oftewel alle luxe en zo wat we willen. Oh, lekker. En hij zegt, hier, laat me het even zien. Oké, we kunnen de kist openen. We hebben een militaire tent. Militaire tent? Oké, we kunnen meer plaatsen, Lotte. Eens even kijken. Wow, die is mega. Holy moly. Alleen, ik wil een gele tent, Lotte. Oh. Lotte, hij komt hierheen. Oh, je bent er. Hey. Hallo. Hoi. Wow, dit ziet er wel leuk uit. Lotte, helemaal cozy hier. Ja. Oké, hij zegt dat we hem helemaal kan decoreren naar onze stijl en onze wens. Dus we kunnen de tent helemaal maken zoals we zelf willen. Eens even kijken. Wat moeten we doen? Hoe kunnen we hem decoreren dan? Oké, via deze blok kunnen we uit de tent. Ja, inderdaad. En ik weet niet helemaal hoe we moeten decoreren tot nu toe. Laten we eruit gaan. Oké, ik ga de tent uit in 5, 4, 3, 2, 1. En we zijn weer buiten. Wow, je hoort ook echt die ritsel de tent overgaan. Oké, je tent moet je zo puntje en dan neem je mee. Oh, dit is wel handig, Lotte. Dit is heel handig. Oké, zeg, nu weet je alles over de tenten. Er zijn heel veel dingen die we kunnen ontdekken in deze wereld. Dus hij zegt, ga op avontuur en ontdek lekker. Elke plek, zeg maar, elke locatie heeft een unieke vlag, zoals je ook kan zien daar. En aan de vlag kan je een beetje zien wat voor soort plek het is. Oh, leuk. En ook zal er bij elke vlag een speciale kist staan, zegt hij. Ja? En daar staan een paar cadeautjes in voor ons. Oh, ik hou van cadeautjes. Oké, we hebben heel wat tenten, Lotte. Zullen we er gewoon van alles eentje meenemen? We hebben een pitch tent, we hebben een military tent en we nemen een tunnel tent. Misschien handig voor ons allebei een kompas, natuurlijk. Ja. Dus die nemen we zeker mee. En een map, voor als we verdwaald zijn. Ja, dat is altijd slim. Nou, dan pakken we de map erbij. Oké, ik zie hier al een heel mooi riviertje. Ik zie daar een hele grote, een wandelpad. Allemaal huisjes. En laten we gaan, denk ik dan, Lotte. Denk je niet? Wat is dit hier? Dat zijn campingstoeltjes. Ik ben aan het braden. Ja, je kan hier aan wat je wil. Dennis. Oh, je kan hem meenemen. Ik kan hem gewoon meenemen. Oké, jij het stoeltje, snel, Lotte. Geef me het stoeltje, kom. Oké, ik heb ze weg. Lotte, de sleutels zitten nog in van deze auto. Ga je met de auto? De sleutels zitten erin, dus waarom niet? Wow, het zit erin. Wow. Lotte, ben je klaar om te gaan in deze gym? Ik ben er helemaal klaar voor. Oké, dan gaan we. Wow. Lotte, pak jij de map erbij? Ik weet niet echt waar ik naartoe moet. We moeten naar rechts. Oh, naar rechts. Oh. Die kant op. Die kant op. Even voor de bosjes. Ja, volg het pad maar. En dan komen we aan bij de rivier. Tutut. Aan de kant. Tutut. Oh, leuk. We nog wat aardappeltjes mee hier, Lotte. Ik stap even uit, hoor. Ja, dat is altijd handig. Dat is wel handig om mee te nemen, hè? Zeker handig om mee te nemen. Oh, we krijgen ze niet. Ze waren nog niet gaar. Oké, weer een auto. Oh, oké. Oh, Lotte, ik vind het zo leuk om met jou te gaan kamperen. Ik heb er zoveel zin in. Ik hoop alleen dat we geen beren tegenkomen of iets. Dat is denk ik niet heel erg fijn voor ons tentje. Hoop ik ook niet. Hebben we nou hier een heel sneeuwgebied hier links? Wow, dat is mooi. Heb jij kaart vast? Weet je waar we een beetje heen moeten, Lotte? Oh, hier zie ik zo'n vlag. Oh, gaan we hierheen? Ja, als het goed is, is daar een cadeautje voor ons. We kunnen hier de auto wel neer. Ik zie er allemaal hondjes. Oh, wat mooi. Oké, zet de auto daar neer en laat ze maar gaan dan, denk ik. Ik zie daar ook een kist. Eens even kijken. Oh, dan moeten we al gaan zwemmen, nu al. Oh, nee. Oh, Lotte. Ben je klaar voor om te zwemmen, Dennis? Nou, Lotte, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar ik kan helemaal niet zo goed zwemmen. Dennis, we hebben het toch laatst geleerd? Ik heb het een beetje geoefend. Ik wil het wel proberen, maar ik ben er niet heel goed in, Lotte. Je kan het nog wel, Dennis. Je kan het nog wel, oké? Oké, als jij... Lotte, ik heb een beter idee. Nou? Ik zie je Dennis, zo. Dennis, Dennis!
Ja, Lotte. Dennis, er is een wolf daar. Pas op. Waar is een wolf? Een wolf. Waar, Lotte? Hij liep hier net langs. Nee, daarachter. Dat is een hondje, Lotte. Die doet niemand wat kwaad. Hallo, hondje. Oh, ik dacht dat het een wolf was. Nee, het is gewoon een campinghondje, denk ik, van iemand anders. Nee, dit zijn wolven. Kom op. Zo, ik zit erop. Oh, je hebt gewoon een dingetje gevonden. Ja, tuurlijk. Ik ga toch niet zwemmen? Dat is veel te koud ook. Nou ja, het is wel mooi weer. Maar ik kan gewoon niet zo goed zwemmen, oké? Nee. Wow, dit is de blauwe vlag. Oké, uit het bootje. En eens even kijken wat voor cadeautje erin zit. Oh, allemaal tenten die we al hebben, Lotte. Oh, hier is er nog een kist. Met allemaal tenten die we ook al hebben. En hier ook. Is dit het cadeautje natuurlijk? Dit hebben we toch allemaal al? Dit hebben we allemaal al. Oh, maar daar is nog meer. Terug in het bootje. Oh, er is nog zo'n vlot, Dennis. Daar, Dennis. Ja, Lotte. Nu moet ik zwemmen. Veel plezier met zwemmen, Lotte, in het koude water. Oh, heel diep hier. Oh, Lotte, pas op een krokodil, Lotte. Oh, nee. Ik zie een krokodil volgens mij daar. Oh, nee. Lotte, ik kom je ophalen. Oh, Dennis, waar ben je? Hé! Lotte, pas op een krokodil. Oh, Dennis. Kom snel in het bootje, Lotte. Ik zie nog een kist. Wat is er in die kist? Met vissen erin. En een vissenhol. Gaan we even vissen, Lotte, hier. Ik wil wel even vissen, ja. Kom maar. Zo. En u wacht het toch? Oh, ja, zeker. Ik heb bait. Nu al? Ja. Wat heb je? Auw. Dennis, kom maar. Ik ben helemaal geen vis. Lotte, mijn haakje zit vast een jaar. Auw, Dennis. Auw, ik heb pijn. Sorry. Auw. Ik ben een eentje. Je moet me niet vangen. Oh, sorry, inderdaad. Kom op. Oké, we doen hier als eerste een visje, Lotte. Kom op. Wow, tegelijkertijd. Ja, tegelijk. Oh my god. Nog een keer. Kom op. Ja. Ja, ik heb hem. Oh, ik had hem niet later. Want ik ga naar de kant. Ik ga terug naar de jeep. Ik wil met de auto weer. Ik zit weer op camping. Auw. Lotte. We moeten nog de hele kerk. Oh, Lotte! Nee. Hallo, maar Lotte! Oh nee! Auw, ik word gevangen! Lotte, help me! Erin! Ja, ik zit erin! Oh, trek mijn hoedje! Ik heb allemaal water in geslikt. Wil je me nooit meer zo laten schrikken, Dennis? Maar jij duwde hem toch uit de boot? Dat ging echt ongeluk. Maakt niet uit, Lotte. Oh, maar kom op. Oké, laten we gaan. Ik laat de vissenhoel hierachter. Nee, die laat ik niet hierachter. We moeten een plekje vinden waar we ons tentje kunnen opzetten, Lotte. Ja, we moeten echt even een plekje vinden. Oké, daar gaan we. Ja, gaan we. Oké, in welke kant gaan we? Oh, zullen we daar naar de bergen? Ja, ga erheen. Oké, deze kant op. Oh, het is maar goed dat we een auto hebben. Moet je nagaan als we dit allemaal moesten lopen, Lotte? Ik heb alleen geen rijbewijs trouwens. Oh, er staat hier ook een fiets van die man. Fiets? Pas op, het is hier wel een beetje glad door al het sneeuw. Oh, dit is een rode vlag. Wow. Roze. Vlag ontdekken. Gaan we hier kijken? Of niet? Nou, laten we maar doorrijden. Dit is een iglo. Waar? Een iglo. Hier ben ik heen. Wow, een iglo. Er woont iemand. Lotte, er woont iemand. Lotte, je zit naast iemand. Holy moly, ik schrik mijn hoedje. Hallo. Hallo, meneer. We waren gewoon benieuwd naar je iglo. We kwamen hier gewoon even kijken, want we dachten, Oké, Lotte, hij is boos. We gaan er vandoor. Oké, we gaan er al vandoor. Sorry, meneer. Oh, hier zie ik ook een kampvuur en een auto. Oké, laten we die kant door op gaan. Ik heb nog geen beren gezien, Lotte. Nee, ik ook nog niet. Eens even kijken waar we heen gaan. Oh, we gaan een grot in. Wow, dit is vet. Wow, dit is mooi. Kijk, dat, wat is dit? Tennis. Ik heb een vraagje. Wat is beercave? Dat betekent dat er beren zijn. Ik zie helemaal geen beren daar. Nou, ik ook nog niet gelukkig, maar... Maar er zijn hier ook andere bewoners, zoals je kan zien. Ja, hallo. Dus ik denk niet dat ze hier beren hebben, hoor. Ik denk dat ze het gewoon zo noemen, maar dat er geen beren zijn hier. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Dat er gewoon helemaal geen beren zijn. Nee, tuurlijk niet. Oh, zijn we er alweer? Waar is dit? Waar zijn we nu weer? Het bruine... Ik weet het niet. Oh, we gaan weer die kant op, oké? Oké. Het is hier wel mooi, hè? Eerlijk is eerlijk. Het is echt een hele mooie natuur, Dennis. Oké, we gaan deze kant. Oh, pas op. Wow. Jeetje, pas nou eens op. Hoi, cool. Dit is een wandelroute, denk ik. Oh, dit gaat naar een toren. Ik denk dat we hier niet mogen rijden, Lotte. Gaan we hier omhoog, Dennis? Wil je daar ons tentje op zetten, daar bovenaan? Ja, misschien wel. We kunnen daar wel eventjes kijken wat er allemaal is. Ja, het lijkt op een vuurtoren of zoiets. Ja, dit is een vuurtoren. Ja, de vuurtoren. Oké. Oh, we kunnen met de ladder naar boven. Eens even kijken naar het mooie uitzicht tijdens deze kampeersessie met Lotte. Ja, daarom. Oh, we kunnen niet het uitzicht zien. Oh, dat is wel jammer. Heb je wel toertjes en een boog?
Ja. Dat is misschien wel handig als er echt beren zijn. Ik neem het mee. Ja, dat waar. Dat is handig. Oké, Lotte, ik denk nu echt dat het tijd is om een plekje te zoeken en ons tentje lekker op te zetten. Ja, laten we ons tentje opzetten, Dennis. Oké, maar we moeten wel een mooi plekje hebben, vind ik. Niet zomaar op een plekje. Ik denk dat dat wel mooi is. Bij het water. Zullen we een stukje terug door de grot weer heen? Kijk, hier zo. Hier is zoveel water ook. Ik weet het niet helemaal, Lotte. Het wordt ook al donker. Lotte, het wordt ook langzaam al donker, zie ik. Het wordt wel heel donker, Dennis. We moeten echt snel een plekje vinden. We moeten wel onze tent opzetten voordat het helemaal donker is, ben ik bang. Ja, dat denk ik ook. Ik zie hier geen beren in deze berengrot. Ik denk dat dat een grapje was, Lotte. Ja, gelukkig wel. Anders hadden we de beren al lang al gezien. Oké, laten we de andere kant op gaan, oké? Dus weer door het ijsgebied en dan terug. Oké. Ik denk dat daar wel een heel mooi plekje was rechtdoor daar. Ja, dat was wel een heel mooi plekje. Tut, aan de kant, aan de kant. Wij komen eraan. Tut. Het was donker, dus we moeten... Ja, we zitten ook gewoon veilig in de auto, Lotte. Oh, spin! Oh, jeetje. Oh, we moeten wel snel. Ik had een spin onder de auto. Zag je dat? Gelukkig is het maar een spin. Ja. Ik hou niet zo van spinnen eigenlijk. Ik ook niet, maar... Oh, pas op! Wow! Hey, laten we hier rechtdoor gaan. Ik denk dat hier ergens wel een mooie plekje is, Lotte, om een tentje op te zetten. Denk ik ook wel. Ik denk dat het ook wel een heel mooi plekje is. Hoe zullen we... Nou, gaan we die kant op? Kunnen we... Ja, oh. Nou, nee. Ik denk dat het slim is. Nee, daar gaan we niet heen. Daar gaan we zeker niet heen. We gaan wel weer deze kant op. Pas op, villager! Dit! Pas op! Oh! Oh! Dennis, zijn we gecrashed? Nee, niks aan de hand! Oh! Au! Oh! Jeetje! Ze sloegen de auto, die zombies. Oh, nee. Oké, Lotte, zullen we hier ergens ons tentje gaan opzetten? Ja, dat zit hier. Oh, my! Ik hou er niet van om hier zo in het donker te zijn. Nee, snap ik, maar we moeten echt een plekje vinden. Zullen we het hier doen, bij dit kampvuurtje hier? Ja, laten we dat hier doen. Oké, zet je de auto even recht? Oh, ja, hij staat mooi. Oké, en dan zet jij de tent neer? Ja, wat voor tent doen we? Doen we een kleine tent? Dat kan wel, ja. Ja, dit is wel een beetje heel klein. Ja, laten we maar kijken hoe die eruit ziet van binnen. Laten we er even kijken, ja. Oh! Ja, dat is leuk. Dat is wel leuk. We kunnen kijken hoe de andere tentjes eruit zien. Oh ja, ja, laten we dat doen. Ik bedoel, de militaire tent kennen we toch? We kunnen de andere tenten ernaast zetten. Dan hebben we gewoon een heel groot, kampeerplekje. Ja. We doen wel een zomerkamptent, zeg maar. Die zetten we dan daar neer. Oké, eens even kijken hoe die eruit ziet. Ik hoop mooi. En het ritje dicht. Zo. Oeh. Oh, deze is mooi. Deze is ook wel vet, maar wel heel erg groot. Hij lijkt een beetje op de militaire tent, Lotte. Maar deze heeft een heel bankje. Ja, dat is wel zo. Dan kan je wel lekker eten. We hebben nog één tent die we kunnen testen. Namelijk de tunneltent. Oh, ik hoop dat die mooi is. Die kunnen we wel hier zo neerzetten, denk ik. Oké, eens even kijken. Wow, deze is groot. Ik ga er nu in. En er is 4, 3, 2, 1. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden, Lotte. Het lijkt meer op een gevangenis. Een beetje. Oh, dat zeg maar gewoon... Ja, ik denk dat we naar het kleine tentje gaan, Lotte. Ja, dat denk ik ook. Oh, ik vind het wel heel erg leuk om met je te kamperen. Het is ook wel heel gezellig, ja. Alleen, ik denk dat het verstandig is voor zowel jou als mij om heel snel de tent in te gaan voordat we dadelijk, je weet het maar, nooit een beer tegenkomen. Ik doe wel wat lanterns neerzetten bij de tenten. Ja, dat is zo. Zo, dan zijn we altijd veilig. Dit kan ik neerplaatsen, Lotte, hier zo. Oh, hier is het kampvuur, Dennis, daar. Oh, ja, dat is misschien wat beter, Lotte. Zo, eens even kijken. Dat doen we hier bij het kampvuur. Zo. Misschien ietsjes ernaast. Ja, dat denk ik wel. Kijk, dit is beter. Ja, perfect. Nou, denk ik dat ik mijn tentje ga eens even lekker slapen. Het eerste nachtje op deze camping, Lotte. Ik vind het er wel echt super mooi uitzien. Is het... Oh, er kwam net een zombie aan. Ja, laat ze maar lekker het bedje duiken. Ik lig al. Lotte ligt al lekker te slapen, want dit is alweer het einde van deze video. Vond je het een leuke video? Vergeet dan zeker niet om de video te belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei, doei. Doei. Slaap lekker. Slaap lekker.